De dienst der douane heeft een dikke vinger in de pap als het gaat om inkomstenderving van de staat. En dit zegt Ashish Kumar Gayadin, fractieleider van de VHP in de Nationale Assemblée. De parlementariër legt uit dat de dienst goederen en artikelen onderfactureert op de Schulzetnyhaven. Volgens hem is dat een van de belangrijkste redenen waarom Suriname een tekort heeft aan US-dollar. Yes, kan de Assange kost CB-dollar? Maar op de haven is opgegeven $2 of $3. Dus onderfacturering noemt men dat. Waardoor men je niet de juiste weergave hebt. De staat niet de juiste inkomsten krijgt. En dat die druk op die dollar ook groter wordt. En zo zijn er tal van factoren. De corruptie binnen de douane kost de staat Suriname miljarden. Gayadin vindt het onacceptabel dat er minder dan 50% van de invoerrechten terugvloeit naar de staatskast. Recentelijk zijn er cijfers boven water gekomen over een grootschalige corruptie bij onderfacturering van houtexporten. Het lijkt bijna onmogelijk om op te treden. Buurland Guyana had ook dergelijke uitdagingen, maar met behulp van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA hebben zij dit kunnen overbruggen. Gayadin kan zich terugvinden in het besluit van de regering, die al externe krachten heeft ingeroepen om Suriname te helpen deze vorm van corruptie tegen te gaan. Dat de minister van Financiën ook bijstand mag inroepen van externe bureaus om ons te ondersteunen bij het onderzoeken van al deze misstanden. En dat de regering al verzoeken heeft gestuurd richting Nederland en de Verenigde Staten van Amerika om ons bij te staan bij corruptieonderzoekingen en ook dat we ons wil laten bijstaan met forensische deskundigen. En die verzoeken zijn al uitgezet. Nou kijk, er zijn belangen die daar spelen. En natuurlijk moeten we... Er is al gevraagd naar externe ondersteuning. Met de externe ondersteuning en de herstructurering daar. Heeft de man zijn horen daar thuis. Dan om te kadekati. En ik bedoel... Wat dat betreft kan ik u zeggen, de regering treffen maatregelen. En dan mensen die niet daar thuis horen en niet willen meewerken en hun integriteit is in geding, zal plaats moeten maken. Ja. Volgens hem zal er op korte termijn schoonschip gehouden moeten worden binnen de top van het douanekorps. Dit fenomeen van onderfacturering is een diepgeworteld vraagstuk dat zodanig is geïnstitutionaliseerd. En dan heb je nog een ander ding, zaken die niet geregistreerd worden, die niet goed lopen. Dus al met al denk ik dat de staat veel inkomsten, of er ook waarde, de exportwaarde van de houtsoorten. Sommige houtsoorten worden opgegeven voor $100 exportwaarde voor een kuub. Ja. Terwijl al hier lokaal al gekocht wordt voor 250 of 300. Maar jullie staat geeft op exportwaarde voor 100. Dus al met al, de staat loopt ook heel wat inkomsten daar mis. Een poging van de nieuwsdienst om een reactie te krijgen van de bond bij douane over hetgeen Gayadin heeft gezegd, heeft niets opgeleverd.